Het maken van beleid op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt bemoeilijkt door vakbonden, zei minister Henry Ory eerder deze week voor de regeringsraadsvergadering. De bewindsman stelt dat er sprake is van een chaotische situatie wat betreft het inspringen van bonden in personeelsaangelegenheden. En de minister heeft een aantal sancties. Je kan zeggen van je protocoleert wanneer kunnen deze bonden in staking gaan. Wanneer er werkelijk een conflict aan de basis is. En je moet het melden aan mij. En bij mij komt er gewoon een brief even dat we platleggen. Dus dat is natuurlijk onacceptabel. Tweede is, de minister heeft een aantal sancties. Je kan zeggen, als je niet werkt, krijg je ook niet betaald. Is het inmiddels ook mogelijk vanwege de personeelswet. Wij hebben toch als regering altijd dus op een milde manier op gereageerd. En op het ogenblik gaan wij dus maatregelen treffen om dit soort zaken operationeel te maken in de toekomst. Want je gaat moeten registreren wie is nou lid van de bond, wie staakt. En we zullen dus ook niet die mogelijkheden creëren dat als men dat doet en de regels weer overtreedt, zullen we dat soort dingen ook inzetten. De minister stelt dat er voor nu gewerkt zal worden aan het afspreken van een protocol met de vakbonden. Er zijn ongeveer 32 bonden die bij het ministerie vakbondszaken trekken. En dat kan zo niet doorgaan. Het wordt met de dag gekker. Je kan niet eens beleid maken op het ministerie. De hele dag krijg ik brieven voor in feite managementverantwoordelijkheden die bij mijn ministerie horen. Bonden bemoeien zich, de chaos is zo groot dat als je zelf iemand schorst, dat er een brief van de bond komt en dan weer in opstand komen. Die gekte moet ook een beetje eruit, hè. Op een gegeven moment heb je de regering, die maakt beleid. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap maakt beleid. En niet de bonden. Die takenbevoegdheden van zijn behoorlijk aan het vervagen. En wij gaan dus die norm moeten gaan corrigeren. De minister geeft aan dat er echt een halt toegeroepen moet worden aan de chaotische situatie met bonden bij het ministerie.